toen kwam ik in contact met de duistere onderwereld die justitie heet. Ik kwam terecht in een van de geheime gevangenissen van de CIA hier in Nederland. De PIA. De psychiatrische inrichting Almere. En die Amerikanen zijn slimme jongens. Want ze waren helemaal geïnfiltreerd, geïntegreerd, onder koffer, tussen koffer, boven koffer. Ze waren helemaal gekofferd, echt waar. Ze leken op Nederlanders, ze spraken Nederlands. Ze kwamen op de fiets naar het werk. Sommigen aten zelfs volkoren brood met belegen kaas en dronken karnemelk erbij. Gadverdamme, hoe ver moet je gaan, vraag ik dan, hè? Ze hadden zelfs een paar zwarten uit, hoe heet dat, de Alabama ingevlogen om voor Surinamer te spelen. Maar ik had ze door. Mij kregen ze niet gek. Ik kreeg mijn eigen privévertrek. Helemaal gestoffeerd. Met kussens. Vanaf de grond tot aan het plafond. En mijn eigen jas. En daar zat ik dan. 2 maanden lang. Ja, meer kan je echt niet doen, hoor. Na 2 maanden kreeg ik wat ze daar noemen beperkte vrijheid. Wat ze bedoelden, is dat dat jasje een beetje losser mocht. En ik mocht zelf naar het toilet. Nou ja, toilet. Ik kreeg 2 van die kartonnen doosjes om mijn behoefte in te doen. 2! Dat is bij mij na 10 minuten vol. Dus daar zat ik na een kwartier in mijn eigen stront. Dus ik nog roepen, help, help, verschoning, verschoning. Maar niemand kwam. Want al die Amerikanen en die stagiaires die daar rondliepen, die waren allemaal als de dood zo bang natuurlijk voor patiënt nummer 13, afdeling 8, kamer 66. En dan hoorde ik ze gniffelen onderling als ze langs mijn kantoortje liepen. Let hem zitten in zijn shit. Laat maar zitten in zijn eigen strot. Op een gegeven moment werd ik er zo strontziek van dat ik een van die bakjes nam en door het voedselluikje weer naar buiten duwde. Zij vonden dat niet zo leuk. Mocht ik nog 4 maanden blijven? Moeder, hoe kan ik je danken voor alles wat je deed? Moeder? Na 6 maanden mocht ik eindelijk vrij. Free at last, free at last. En toen dacht ik ook, het is voorbij. Is niet waar. Want dan begint het pas. Niemand wil met iets met je te maken hebben. Mijn eigen vrienden liepen in een grote boog om me heen. Als ze me op straat tegenkwamen. Oh, kijk uit, dat is Anton. Mayday, mayday, rennen. Dus wat deed ik, mevrouw? Ik nam die boog in tegengestelde richting. Hallo. En dan zag je die blik in de ogen van, is hij het of is hij het niet? Hé, Anton, je ziet er goed uit, maar we moeten er meteen weer vandoor. Woosh. En weg waren ze weer. En je eigen vrienden maken dan gebaren achter je rug als je even niet oplet, hè? Heb je dat gezien? Dat was Anton. Koek.
Ik kan ook niet meer naar mijn werk. Want je wordt een verschoppeling. Een paria. Ik kwam bij mijn baas op kantoor. Ik ging naar binnen. Die man werd spierwit. En het is een Surinamer. Hé, hey Anton, je ziet er goed uit, man. Met zijn ogen zag ik die angst waarbij we zeggen, krijg alsjeblieft geen aanval in mijn kantoor. Blijf rustig, blijf rustig. Je ziet er echt fantastisch uit, maar weet je wat? Neem nog 2 weken vakantie, hè? Dan kom je terug, dan heb ik wat voor je. Zeker weten, echt waar. Toen ik over 2 weken terugging, Anton, je ziet er nog veel beter uit, echt waar. Maar ik heb net iemand ingewerkt op jouw positie, net. Weet je wat? Neem nog 2 weken vakantie, dan kom je terug, dan heb ik wat voor je. Zeker weten. Ik ben een jaar lang over 2 weken teruggegaan. En toen moest ik mijn eigen bedrijf beginnen. Want niemand wil je meer, niemand moet je meer. Je bent gewoon niets meer. En dat is mijn handicapje dat ik moet verbergen. Dag in, dag uit. Begrijp je dat? Dat is mijn handicapje. En dat weten jullie nu, hè? Blijft het onder ons? Vast niet. Weet je wat? Het kan me ook geen moer meer schelen. Ga en zeg het voort. Zeg, heb je dat gehoord? Anton is uit de kast. Nee, niet de homokast, de flipperkast. Echt waar. Ga en zeg het voort. Zeg het maar aan iedereen. Maar onthoud wel dat het wel een handicapje is zonder parkeerplaats voor bij de schaatsbaan, hè? Ik kan het hele pokkenstuk gaan lopen op mijn oren vanaf mijn auto. En die rolstoelers parkeren, schaatsen aan en schaatsen maar. Ja, waarom heb je anders parkeerplaats voor invaliden voor bij de schaatsbaan? Voor de blinde automobilist? Dat is lekker veilig op de schaatsbaan.